echt zo Jack's speelhoekje. Sorry. Ik viel daar wel een beetje over, want ik ben namelijk echt een persoon die helemaal nooit naar de huisarts gaat. Nou, lekker wakker worden zo. Ja. Hey. Goedemorgen. Om 6 uur 's ochtends of 5 uur 's ochtends. Hij viel gewoon van de trap. En deze plank hier. Nou Bart, kom op. Het is woensdag. We beginnen de dag. Van de trap. 5 minuten later, niks meer slapen. Deze man wil alleen maar dit. Hij heeft net weer helemaal over me heen gespuugd. Ook het spugen, dames en heren, is hier nog steeds niet voorbij. Gisteravond heeft hij ook heel veel gespuugd en nu weer. Ja, ondanks dat hij wel veel staat en zit. Zo, even een kleine update over deze ochtend. Ik heb Jax maar even terug in bed gelegd net. Die heeft toch nog even een uurtje bijgeslapen. Dat was wel even nodig, want die was echt saggie. Bart die is weer terug in bed gegaan en in slaap gevallen. Dus straks moeten wij zijn teen gaan verbinden en ontsmetten. En... Oké, nou, minder erg voor mij dan voor hem, maar niet leuk. We beginnen de dag met een... Zit gewoon te eten, valt gewoon uit je mond. Met schone wies gelijk. Nee, echt, heb je zo in de mond. Je zat echt de hele tijd van het randje af te wiebelen en wiebelen. En toen zat ik de hele tijd zo tijdens het eten eraan. En ja, toen wiebelde hij en wiebelde hij. En dat voelde echt alsof hij er al af had. En ja, dus, en toen en zat ik er nog een keertje aan. En toen nam ik een hap en toen ging hij eruit. Ja, ik zie het. Jezus, wat een gat, hè? Wow, gadverdamme. Nou, I did it. Ik heb net zelf de autostoel vastgemaakt in de auto. Daar zit je dan? Zit je lekker? Oké, guys, we zitten. Een uur later. Dat kwam niet door de autostoel, maar dat kwam door mijn humeur. Oh, dankjewel. We gaan eventjes naar de IKEA. Ja, tuurlijk. Wow, wat een mooi huis heeft u. Tadaa. Oh, hele mooie lepels opgeplakt. Dat is de kleine versie. En dan, maar daar is ook nog een langere versie van. En dit vind ik dan toch wel een beetje klein nog voor jou, toch? Want als we een bureau zoeken, dan zoeken we wel eentje ietsjes groter, hè? Jola heeft nu een heel klein bureautje. En ze denkt er dus aan om voor de verjaardag een grotere te vragen. Hé, dat bord daar, dat is ook leuk, zeg. Dan kan je allerlei dingetjes ophangen, zoals je stiften en zo. Ja, ja. Maar dan blijft je bureautje blijft ook leger, hè. Kijk, dit zou wat voor mij zijn. Een staanbureau. Dat is wel vet, hoor, vind ik. Wat goed dat ze dat hebben. Hoort het er echt onder? Ja, kijk, je kan allerlei combinaties maken ook. Verschillende combinaties. Oh, oké. Opzetten. Dit is lekker groot. Echt deze? Deze? Ja, het zou wel passen. Als je die kasten weghaalt, zou het passen. Orf. Jal. Sporen. Oh, Orfjol. Orfjol sporen. Orfjol. Kijk. We hebben even een hele grappige foto gemaakt. Vegetarische balletjes met broccoli en couscous. Ik heb soep als voorgerecht. Ik heb appelmoes, gewoon appelmoes. Een vorkje. Ik heb wit eten. Laat je gewoon een groot voorbeeld voor je broertje. Oh. Dit is het moedersleven. Kan je er allemaal op laten staan? We hebben eventjes een mukbang opgenomen hier. Tijdens het eten. Dus mochten jullie die willen zien, dan kun je kijken op het kanaal van Jol. Ja, maar ik denk dat de video wel kort is. Maar het is gewoon even klein met beentje. Ja,
Leuk toch? Ja. Oh ja. Opruimdienst, joh. En dan het servies kan daarop. Ja, 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 ja. Prima. Zieke man moest natuurlijk nog even verzorgd worden. Dankjewel, schat, voor het soepje. En de teen. Status is dat hij hem wel zelf verband heeft. Gelukkig en vermand heeft. Zullen we ook foto's van die... Je hebt het toch vanochtend gefilmd? Dat is toch al heel wat? Ja, maar die foto's zijn nog erger. Jo, gadver, nee. Het is echt bah. Wat hebben jullie eraan om dat te zien? Baba. Dat is gewoon indrukwekkend. Indrukwekkend, ja. Hoe zielig ik ben. Nou, weet je wat indrukwekkend was? Het gekrijsnet van die IKEA terug naar huis. Dat is pas indrukwekkend. Daar heb ik niet bij, wat. Ik ben blij dat ik daar geen materiaal van heb. Daar wordt niemand blij van. Ik denk serieus dat vandaag een dag was waarom er Jax weer onder een huilbaby valt. Namelijk langer, meer gehuild dan 3 uur. Hij heeft echt wel meer gehuild dan 3 uur vandaag, hoor. Ik denk dat hij gewoon huilt omdat hij zoveel verdriet heeft dat zijn vader zo'n ongeluk heeft gehad. Wat? Oh. Nee, nee, nee. Ik weet het niet. Maar het ritme ging vandaag ook gewoon heel raar. Omdat hij gewoon al wakker was vanaf 6 uur 's ochtends en toen weer heel vroeg erin ging. Eigenlijk heeft hij 3 slaapjes gedaan. En ja, toen dan zou je denken, waarom ga je dan in godsnaam naar de IKEA met je baby? Maar ik moet dan juist eruit. Ik zit zelf echt in zo'n bizarre strijd met mezelf, flow, dat ik er gewoon helemaal niet meer tegen kan om hier binnen te zitten. Gek word ik ervan. Net zoals van die hond. Ik nu liever die hond hebt die de hele avond dit doet. Nee. Dan Jax. Nee, want... Ja, nou, ik weet nee, niet, je komt maar... gewoon niet eens meer uit je woorden. Op het moment dat ik gewoon binnenkom en Jax stopt weer en ik leg hem in bed en ik knuffel weer met hem, dan is ook alles in één keer weer weg, hè? Ja, zelfs nu? Ja, zelfs nu. Dat is gewoon mijn lief polletje. Gadver! Eeuw, Bart, ga weg, man. Ik ga thee drinken en naar boven. Doei. Zo goed als mijn dag gisteren, slecht bedoel ik. Zo slecht als mijn dag gisteren begon, zo goed begint hij vandaag. Want ik heb goed geslapen, best wel vroeg naar bed gegaan en daardoor gewoon best wel een beetje aan mijn 6, 7 uur gekomen. Ik ben nu even meteen het hele huis aan het schoonmaken, zodat ik lekker met een fris gevoel kan beginnen aan de dag. Jax gaat steeds even mee naar boven als ik de was aan ga doen, want hij vindt dit toch zo leuk. Hoi, hè? Zo, normaal gezien zou ik alweer halverwege van het schoonmaken gestaakt zijn. Maar Bart's moeder heeft Jax even opgehaald om te wandelen. Dus nu kan ik het even afmaken. Ik heb zelfs de trap eindelijk eens kunnen doen. Misschien ken je het wel, zo'n vloerbedekking trap. Hoe noem je dat? Bekleden trap. En als je die dan gezogen hebt, dan denk je, wow, hij lijkt weer als nieuw. Ja, daar kom ik gewoon heel vaak niet aan toe. Omdat ik gewoon Jax geen seconde alleen durf te laten. Dus, en als hij slaapt, durf ik geen geluid te maken. Dus vandaar, eindelijk allebei de trap gedaan. Check. Ik zou nog even laten zien wat ik allemaal bij de IKEA heb gekocht gisteren. En dat is dus dit kleedje. En dit wordt nu langzamerhand echt zo Jax' speelhoekje. Hoe leuk is dit hoekje aan het worden ineens. Jax, ga je ook daar spelen dan? Dan heb ik nog even 2 zwarte lijsten gekocht. Die komen daar te staan. En dan zie je daar een gaatje. Wat ik zelf heb geprobeerd te fixen. Maar dat is even een beetje misselijk. Die spiegel heb ik ook gekocht. Die was maar €12 trouwens. Dit was ook maar iets van 14, 15. En deze €8 of zo. En die was maar €30. En dan heb ik nog wat... eetdingetjes gekocht voor Jax. Deze. Handig, hè? Die had ik ook even in de vaatwasser gedaan. Want jongens, dat gaat toch zo vaak in zijn mond? Ja, Jax wil heel graag dat het bij de rand van de bank spelen. Want dan kan hij oefenen met opstaan. Tada! Ga
uitbakken. Is dat voor jou? Ja. Oeh, pankoeka. Een heel leuk vestje. En een heel leuk broekje. Deze is van de nieuwe collectie, geloof ik, van Koeka. Je moet altijd wel iets te doen en te friemelen hebben, dan is het goed. Maar zodra er dat ontbreekt, of ik stoor hem daardoor, dan oeh oeh. Hè? Zij voelde een beetje over de maat, omdat er stond 74,80. Maar van sommigen, vooral als het van Spaanse kledinglijnen is, zoals de Zara, dat soort dingen, dan heeft hij wel al echt 80, maar van deze is niet. Het staat wel heel mooi met dat blauw, hè? Deze spiegel hier. Maar ja, dan moeten we wel die andere weg doen. Dan kunnen we onze outfits niet meer filmen. Ik ga Jola naar Turnen brengen met een Jack O'Lover. Ja, dit is een leenauto die Bart meekreeg. Oh, grappig. Pas je op. Wow, heftig. Ik weet helemaal niet hoe dit rijdt. Oh, dat wordt nog wat. Nou, mama heeft hem eindelijk aan met vragen aan Bart. Drive? Weet je niet hoe hij weggaat? Nee, ik weet het echt niet. En er staan ook nog allemaal auto's te wachten. Oeh. Oké. Okay. Wat is dat? Er staat iemand dicht op mij, denk ik. Wees voorzichtig bij manoeuvres. Oeh, driving in the jack. Ik had eigenlijk zo'n klok moeten om hebben, weet je wel. Dan had ik zo'n vette, hoe zullen we zo'n Insta-foto noemen? Een poch-Insta-foto kunnen maken. Maar oké, ik ga even naar de Noppes. Even hele andere dingen doen. En je zult denken, wat doet ze er toch elke keer? Maar ik zoek gewoon een bepaalde spiegel. En die ben ik gewoon elke keer nog steeds niet tegengekomen. Het is gewoon zo dat je... Ja, ik kom hier toch langs, elke week. Dus het is zonde als je niet zeg maar heel even kijkt. Want soms dan heb je gewoon in één keer gevonden wat je al die tijd al zocht. Nu weer niet zo, dus ik zag wel dit boek. Vind ik wel grappig. Super nanny. Altijd handig. Oké, even serieus. Laat in de reactie weten als je deze ook had vroeger en daar super gek op was. Ik had deze dus ook. Gezellig was het. Ik zei net tegen Bart, ik had helemaal niet door dat ik mijn telefoon de hele avond niet bij me had. Hoe relaxed is dat? Heerlijk, hè? Ja, je bent gewoon lekker bezig met je familie, je gezinnetje. Je bent of aan het praten, of met Jax bezig, of met Jo. Je bent de hele tijd iets sociaals aan het doen in plaats van social media. Ik had het gewoon serieus echt niet in de gaten. Over gaten gesproken, ik heb wel daar een gaatje gemaakt. Ik dacht dat het ging lukken met de spijker, maar dat... Ah, oh, seriously? Dus daar moet een gaatje komen. Oké, dat moet eerst nog weer gestuukt worden. Nee, want dat zie je niet als die spiegel eraf is. Nee, ja, oh ja. Welke spiegel? Die hele ouderwetse spiegel bedoel je? Ja. Seriously. En dat wilde je met een spijkertje ophangen? Ja. Serieus, dan had je het naast me goed dat hij gepakt, hè? Want als je die spijker erin ramt en je hangt het zware ding eraan, dan trek je zo'n brok eruit. Sorry, schat. Wat moet je hiermee, schat? Ik weet niet. Het wordt steeds drukker en drukker. Het is al allemaal andere kleuren, heel leuk en zo, maar kijk nou, wat een krullaaien. Oké, misschien moet ik die spiegel daar toch niet doen. Misschien moet je hem gewoon lekker weggeven aan je volgers. Hoezo? Ik heb hem gisteren gekocht. Bij deze, waar pik en een volger uit. Nee, nee, sorry, nee. Nee, ja. Ik wil nog even verder kijken hoe we dit gaan doen. Ja. Maar goed. Ik wil nog heel even ergens op ingaan. Er was namelijk een reactie geweest. En dat was niet zo'n leuke, niet zo'n aardige. En dat ben ik niet gewend. Zo, jij gaat ook om ieder wiswasje naar de huisarts. Was dat het? Zoiets was het. Ja, zoiets. Ik heb er ook niet echt zoiets. Zoiets. Dat is het ook weer niet. Ja, ik viel daar wel een beetje over. Want
Ik ben namelijk echt een persoon die helemaal nooit naar de huisarts gaat. Nee. Toen ik nierstenen had, ben ik kruipend naar de EHBO gegaan uiteindelijk. En voor de rest kan ik me niet herinneren dat ik echt om een klein dingetje heen ging. En juist nu het om mijn kinderen gaat, ben ik gewoon veranderd op dat gebied. Diesla heeft gewoon een hele hoge pijngrens. En ik ook trouwens. Maar als de... Oh, ik hoor Jax. Als okay. Het om kinderen gaat... Ja, dan moet je gewoon beter het zeker voor het ons rekenen nemen. Ja, en daarbij, Jax is 10 maanden. Oké, nu gaan we ons ik heel ga naar erg... Jax, ja. Later. Ik ga me nu heel erg verantwoorden of zo. Wat helemaal nergens op slaat. Ik weet het, ik moet het niet doen. Het is maar voor één iemand. En de rest snapt het natuurlijk hartstikke goed. Maar Jax is nu 10 maanden ruim. Ik ben pas 2 keer met hem naar de huisarts gegaan. En het is, geloof me, het is echt wel... over het algemeen genomen een huilbaby geweest. Als in nog steeds af en toe wel met buien. Ik heb nog steeds momenten dat ik denk... er moet iets met hem zijn. Er is iets met hem. Ja, ik vind het gewoon hartstikke normaal... om gewoon voor een onderbuikgevoel... naar de huisarts te gaan en om dingen uit te sluiten. En ik vind dat iedereen dat zou moeten doen. Zeker als je gewoon... je dochter klaagt over gevoel op de borst. Dat kunnen best wel hele gevaarlijke dingen zijn. Dat weet je niet. Dus vandaar. En natuurlijk voor alle andere dingen. Ik zoek ook altijd alles eerst op. Maar om toch even wat dingen echt serieus uit te sluiten. En als je toch echt denkt dat er iets aan de hand is. Dan moet je gewoon gaan. Dus dat was nog even mijn verhaal daarover. Dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Ik zie jullie weer in een nieuwe dag. En tot vrijdag. Doei! Rock that joint.